De Tent Academy Awards is een jaarlijkse wedstrijd waarin scouts alle kunstacademies van Nederland afgaan en tijdens de eindexamen tentoonstellingen kijken wie zij de 10 beste audiovisuele kunstenaars van dit moment vinden. Die 10 worden gepresenteerd aan een professionele jury en die kiest de ultieme Tent Academy Award winnaar. Het is echt een moeilijke klus om uit dat grote aanbod dan de beste 10 te kiezen. En echt goed door te selecteren op originaliteit, authenticiteit en ook natuurlijk techniek. Hoe goed is het filmpje gemaakt? Er doen dit jaar ook 5 Turkse deelnemers mee. Dit jaar is ons gastland Turkije. En in Turkije is één groot verschil met Nederland dat de kunstopleidingen altijd verbonden zijn aan universiteiten. En eigenlijk dus een trapje hoger. En dus uiteindelijk zijn er van 5 Turkse universiteiten werken geselecteerd. Dat is door mensen op de universiteit zelf gedaan. Het zijn rond de 20 werken geweest. En daar is door een scout een selectie van 5 gemaakt. En die 5 maken kans op de Tent Award for Best Foreign Film. Tent Academy Award for Best Foreign Film is Emre Gültan. I'm Emre Gülkan from Istanbul, Turkey. I'm in Yıldız Technical University and 24 years old. I just graduated from photography and video department. So I started with photography. The first 2 years, I had a dark room in my house. I mean, I was actually interested in photography more than video. Then I changed my mind when I was at third grade. So it's actually 2 years. All the scenes must look beautiful. Actually, that was my first thing that I wanted to do. I mean, it was my priority to make it look beautiful. So they say that it looks like feature films. Actually, my goal is to be a filmmaker in cinema industry. I don't like advertising or else. I want to be in motion picture. My film's title is Tedirgin Bir Toplumun Sosyopsikolojisi Üzerine Notlar in Turkish. In English, it's the notes on the socio-psychology of an uneasy society. Güzel işte ya. Erkek mi kadın mı? Nasıl erkek mi kadın mı? Saçmalama. Söyle işte kadın mı erkek mi? Kim kadın katil tutacak kadar aptal olabilir ki? Karın. Het zijn eigenlijk 2 dingen die opvallen. Eén is dat je merkt dat, misschien ligt dat wel aan het onderwijs, maar dat de technische kwaliteit heel hoog is. Dus dat de kunstenaars heel goed in staat zijn met editen, met licht, met geluid, een hele goede film in elkaar te zetten. Er is ook een grote vrijheid. En ik denk dat dat ook wel de afdelingen siert waar kunstenaars studeren. Er is een grote vrijheid in thematiek. En belangrijk is ook dat er veel werken zijn die gaan over gevoel, over emotie, die bijna romantisch, en dan bedoel ik dat met de verwijzing naar de romantiek zoals die in het verleden in de kunst was, bijna op een romantische manier hun films maken. Winnaar van de publieksprijs is Sound of Memories, Michael Ovchinsky. My film is called Sound of Memories. My name is Michael Ovchinsky. I'm from Poland, and
I just graduated from Ritfeld Academy. I was studying on the audiovisual department there. And for this movie, I was working with anthropologists. We were making a lot of interviews with resettlers from Bosnia. I really enjoyed working with like real people with real stories. So it would be for sure very nice to continue that. But I would like to do some fiction movie. Soms krijg ik van mensen hele moeilijke vragen. En een van die moeilijke vragen is altijd: wat is nou het verschil tussen een kunstfilm of een beeldende kunstfilm die je in de museumruimte laat zien en een bioscoopfilm die je echt in een cinema kan vertonen? En het antwoord daarop weet ik ook niet helemaal, want er zijn ook kunstenaars die daar weer mee spelen. Hè? Zoals de beroemde regisseur Steve McQueen, die zowel kunstfilms maakt die je in het museum ziet als bioscoopfilms die je bijvoorbeeld op het International Film Festival Rotterdam ziet. Ik denk dat iemand die begint met kunstfilm vooral veel aandacht heeft voor het concept, voor het experiment en misschien dingen doet die conventioneel niet kunnen, maar die je ontzettend nieuwsgierig maken en daarmee ja, de grenzen weer een beetje verder oprekt van wat film, van wat bewegend beeld kan zijn. The jury was delighted and wished for a moment that they were 12-year-old girls themselves, living in these exciting times. The 10th Academy Award goes to Eve Hilbers. Zoek ik met echte leeftijd 13-jarige meisjes, omdat ze op 13 jaar net in die fase zit tussen de puberteit en nog kind willen zijn. En ik dacht, nou daar zijn sowieso al heel veel problemen. Toen ben ik gewoon naar die leeftijd gaan zoeken en vooral online. En daar zag ik dat eigenlijk al die 13-jarige meisjes, waar ik dus onderzoek naar deed, allemaal online stonden. En dat vond ik heel interessant. En zo is eigenlijk een beetje die film ontstaan. Wat ik vooral vond was dat er heel erg een mening was in de media over meisjes, jonge meisjes online. En ik daar ontdekte dat zij eigenlijk deden wat ik vroeger ook deed. Dat is gewoon vriendschappen sluiten, over problemen praten die je dan tegenkomt in de puberteit. En dat dat nu dus allemaal online gebeurt en zo verschrikkelijk snel van het ene filmpje en dan contact met die. En dat ze dus ook meisjes kennen door heel het land, die ze dan dus nu ook allemaal ontmoeten. Dus ze sluiten zeg maar vriendschappen door heel Nederland. Zo zie je hoe wereldwijs die meisjes op 13-jarige leeftijd eigenlijk al zijn, door het internet. Dus ik zag ook heel erg die positieve kant, zeg maar. Ik ben wel benieuwd hoe het er over 20 jaar uitziet. En ik ben ook benieuwd wat deze meisjes over 5 jaar doen. Of ze dan nog steeds online staan of dat het een fase is. Ik heb ze een jaar gevolgd. En als je ziet hoe erg ze al gegroeid zijn in een jaar tijd. En wat het verschil is met een jaar geleden. Dat gaat zo snel. Dat is best wel interessant om ook te zien. Dus ik ben heel benieuwd of dat... Ik denk dat ik eerder de kijk van andere mensen wil veranderen. Dat is meer... Ik denk dat je als maker eerder wil laten zien wat jouw kijk is op de wereld. En hoe jij dat naar andere mensen kan brengen. Dus juist van andere mensen hun kijk veranderen. Niet zozeer mijn kijk, want ik probeer dat juist aan andere mensen te laten zien. Ik ben Lotte, ik ben 12 jaar en ik woon in een huis, ergens op de wereld.